Goedemiddag. Betogersconvooien raken Brussel niet binnen. Het is onduidelijk of er nog betoogd zal worden in Brussel vandaag. Vlaanderen is niet voorbereid op een zondvloed zoals die in Wallonië vorige zomer. En de Belgian Cats mogen naar het WK basketbal. Ze hebben zich geplaatst. Geen konvooien van betogers, maar politiecontroles om konvooien uit Brussel te houden. Die hebben de ochtendspits rond de hoofdstad wat in de war gestuurd. De politie had vanmorgen vroeg al filterblokkades opgeworpen aan de verschillende toegangswegen naar Brussel. Onder meer op de E40 vanuit Leuven en vanuit Gent, maar ook aan de kleinere invalswegen. Mensen moesten er stapvoets voorbij rijden. En daardoor stonden er langere files dan gewoonlijk. De politie had gewaarschuwd en had gevraagd om Brussel met de auto te vermijden, maar niet iedereen kon zijn auto thuis laten. Je sais bien, mais en fait j'ai un métier qui me permet pas toujours d'être sans voiture et dans ce cas-ci je devais vraiment la prendre parce que je dois aller à gauche, à droite et donc voilà, pas eu le choix. J'ai mon fils qui est à la crèche juste ici, donc je dois venir avec la voiture, j'ai pas le choix. On est parti, il était 8h du matin de la maison. Donc voilà, on est un peu dans les bouchons, mais voilà, on fait avec. Thijs Nijring, goedemiddag in Brussel, waar het zo te zien bijzonder rustig is. Ja, die konvooien die zijn Brussel niet binnengereden, hebben dat niet kunnen doen. De politie heeft dat met succes kunnen verhinderen. Maar de vraag is nu natuurlijk, waar zijn al die betogers? Wel, de betogers zijn zeker nog niet in het centrum van de stad, ook niet aan de Europese instellingen. Nochtans was opgeroepen via sociale media onder meer om daar te gaan betogen. We zijn daar net nog eens gaan kijken en daar waren op dat moment enkele tientallen mensen samen. We staan nu opnieuw aan het commandocentrum van de politie en bij mij staat woordvoerder Anne Berger. Ja, mevrouw Berger, waar zijn die betogers nu? Wel, er zijn nog een aantal betogers, groepjes betogers met hun voertuig onderweg naar Brussel. Wij proberen die zoveel mogelijk te begeleiden, af te leiden naar parking C op de IJssel. Verder zijn de betogers, of de betogers die onderweg zouden geweest zijn, niet in Brussel aangekomen alleszins. Dus in die zin is onze bedoeling wel gelukt. Dus de plannen die ze hadden om in kolonnen en konvooien naar Brussel te komen, ja, die hebben ze niet kunnen waarmaken dan? Nee, de grote konvooien zijn uitgebleven. Dus nog op de autosnelwegen richting hier, om Brussel binnen te rijden, hebben we eigenlijk grote konvooien gezien. Maar het is natuurlijk ook zo dat we alle invalswegen om naar Brussel te rijden, dat we daar filterblokkades georganiseerd hebben, de hele ochtend al, om ervoor te zorgen dat mensen die hier wilden komen betogen met hun voertuig Brussel niet konden binnenrijden en dat die naar parking C zijn afgeleid. Dus jullie spreken van een succesvolle aanpak? Ik denk dat we voorlopig kunnen spreken van een succesvolle aanpak. Uiteraard kunnen we niet vooruitlopen op de zaak. Dus we houden de vinger aan de pols. We blijven toezicht houden, zowel op het terrein als op sociale media en de media zelf, om de vinger aan de pols te houden en te kunnen ingrijpen indien het nog nodig moest zijn. Maar we hopen uiteraard op een verderzetting van deze rustige aanpak. Ja, wat verwachten jullie nog voor de namiddag en waarop zijn jullie voorbereid? We zijn nog steeds voorbereid op eventuele betogingen hier in het centrum van Brussel. Wij hopen uiteraard dat het rustig blijft, dus dat het op deze manier verder gaat en dat de grote hinder vermeden kan worden. Oké, mevrouw Berger, dankjewel voor de uitleg. Ja, je hoort het, Annelies. De politie is tevreden over de aanpak tot nu, maar blijft voorbereid voor eventueel deze namiddag. Juist, dankjewel Thijs. En dan gaan we naar Andebie, die staat op parking C van de IJssel. Want de bedoeling was om al die betogers die konvooien af te leiden naar de parking. Daar is daar veel volk. Nee, eigenlijk niet, Annelies. En normaal gezien is hier plaats op de parking C van de IJssel voor 10.000 wagens. Maar zoals je kan zien zijn er maar een aantal tientallen hier aanwezig. En die zijn hier gisteravond en vanmorgen terechtgekomen onder politiebegeleiding. Nu, de bedoeling van die betogers, dat vertelde Thijs Nijring ook al, dat was wel iets anders. En dat blijkt ook uit een kaartje dat ze hadden verspreid via sociale media. Ze wilden eigenlijk in konvooi tot in het centrum van Brussel geraken via de grote
grote invalswegen en daar een aantal kruispunten bezetten. Maar dat is hen niet gelukt. De politie heeft hen onderschept en dus een aantal van die betogers naar hier afgeleid. De mensen die wij hier hebben gesproken, die zeggen dat ze vooral tegen vaccinatie zijn, tegen verplichte vaccinatie, tegen de coronapas. Ze zijn ook gekant tegen hoge energieprijzen, tegen de hoge brandstofprijzen. En ze waren niet allemaal even enthousiast op de pers. Dat hebben we ook ondervonden. Dat hebben ze toch ook aan ons verteld. Nu, verschillende van die mensen die waren al verschillende dagen onderweg. Er zijn een aantal mensen die vanuit het zuiden van Frankrijk en via Parijs naar hier zijn gereden. En er waren ook een aantal mensen vanuit Friesland via een actie in Den Haag tot hier in Brussel gereden. Dat is wat ze ons vanmorgen vroeg verteld hebben, Annelies. We gaan kijken naar die verslag. Een overrompeling is het niet op parking C aan de Brusselse Heizel. Enkele tientallen bestelwagens hebben hier de nacht doorgebracht nadat ze door de politie hierheen zijn gestuurd. Ook vanochtend komen nog enkele wagens onder politiebegeleiding de parking opgereden. We zijn eigenlijk begonnen met een groot konvooi van vrachtwagens, trekkers en andere voertuigen richting Den Haag. En van daaruit zouden wij met hetzelfde konvooi richting Brussel. Alleen we zijn vlak bij een uitvoerstrook zijn wij van de weg gehaald door de politie. De meeste betogers zijn Fransen. Sommigen zijn tegen vaccinatie en de coronapas. Anderen protesteren tegen hoge brandstofprijzen. In France, à Paris, l'essence, le diesel est à 2 euros. C'est plus possible. Les gilets jaunes ont été sortis il y a quelques années parce que l'essence était chère. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, c'est le convoi de liberté qui remplace. Pour moi, personnellement, je crois que ce serait retrouver mes amis autour d'un bon café en terrasse cet été. C'est vraiment mon seul et unique but, c'est de pouvoir revivre ma vie avec mes copains comme avant, quoi. Rond 10:30 rijden er twee bussen de parking op. Ze rijden normaal rond met toeristen, maar dat vinden ze met de coronamaatregelen heel moeilijk. Mondmasker en vaccinatie vinden ze oké, maar PLF-documenten en coronapas niet. Als we onze standaard doen, België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en terug naar België, zijn dat 6 keer PLF, 6 verschillende toepassingen van de pas. In elk land geldt de pas op een andere manier. Dat is geen vakantie meer. De betogers kunnen niet met hun auto naar het centrum en trekken dan maar te voet verder. Ja, wat de rest van de dag brengt, of er nog betoogd zal worden en waar dat dan is, is voorlopig onduidelijk. U kunt het op de voet volgen op onze VRT Nieuws app en website. Tot een kwart van de verlichte signalisatieborden op de Vlaamse snelwegen is defect. Dat heeft mobiliteitsorganisatie Touring becijferd. Het zijn de borden boven of naast de snelweg die de weg wijzen of een afrit aanduiden. Nu verschillende snelwegen in Vlaanderen niet meer verlicht worden, is het belangrijk dat de signalisatieborden wel goed verlicht zijn, zegt Touring. Touring stelt voor om de borden met verlichting op termijn te vervangen door reflecterende borden. De jonge Russische kunstschaatster Kamila Valieva mag toch in actie komen op de winterspelen morgen, ondanks een positieve dopingtest in december. Meer daarover in het sportnieuws straks. Eerst hebben we het over watersnood en de schade die overvloedige regen kan veroorzaken. Uit een studie blijkt dat Vlaanderen zich beter moet wapenen tegen een zondvloed, zoals in Wallonië afgelopen zomer. Zonder extra maatregelen zouden bij een gelijkaardige ramp in Vlaanderen 86.000 huizen zwaar beschadigd raken. Wat als die neerslagbom van vorige zomer niet boven Wallonië, maar boven Vlaanderen was neergestort? Experts hebben het uitgezocht en de schade zou aanzienlijk zijn. Overstromingen zouden 86.000 huizen treffen en voor 8 miljard schade aanrichten. Vooral Oost-Vlaanderen blijkt kwetsbaar te zijn. Gent zou niet alleen vanuit de luchtregen moeten verwerken, maar ook al het water van de Schelde en de Leie die er samenvloeien. Dat betekent eigenlijk dat er voldoende infrastructuurwerken moeten gebeuren. Bufferbekkens, potpolders, dijken. Vooral stroomafwaarts is dat absoluut noodzakelijk. Vlaanderen is daarmee bezig. Het zijn vooral Vlaamse investeringen die moeten gebeuren. Dus wij hopen dat Vlaanderen inderdaad de handschoen van deze studie opneemt en nog meer investeringen doet om ons te beschermen. De lokale overheden kunnen het dus niet alleen aan. De Vlaamse regering werkt aan een nieuw globaal beschermingsplan tegen nieuwe extreme weerfenomenen.
We hebben dus nu een expertenpanel bij elkaar geroepen om te kijken welke bijkomende maatregelen we moeten nemen om te voorkomen dat we echt enorme schade gaan leiden, dat enorm veel mensen, maar ook enorm veel woningen geïmpacteerd gaan worden. Dit is de Maas in Mazeik vandaag en dit vorige zomer, toen de dijken het maar net hielden. Een beeld van de klimaatwijziging akelig dichtbij. We weten dat het nog erger zal kunnen zijn en ook dat dat ooit zich zal voordoen. Dus het is belangrijk dat er bijkomende maatregelen worden genomen en er zijn ook heel wat dingen in onderzoek. Want met alleen verhogen van de dijken gaan we er niet komen. Water moet zijn plaats ergens vinden. De spanning rond Oekraïne bereikt deze week een nieuw hoogtepunt. De Duitse bondskanselier Scholz spreekt vandaag in Kiev met de Oekraïnse president Zelensky. En morgen reist hij door naar Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het overleg wordt gezien als een laatste kans om tot een diplomatieke oplossing te komen. Zeker nu de Verenigde Staten hebben gewaarschuwd dat Rusland Oekraïne elk moment kan binnenvallen. De Duitse bondskanselier Scholz stapt op het vliegtuig naar Kiev. De start van 2 dagen van diplomatie, waarin hij hoopt de angel alsnog uit het conflict te kunnen halen. Vooraf waarschuwde Scholz dat de EU en de NAVO eensgezind en hard zullen optreden als Rusland aanvalt. Het is nodig klaar te zijn, klaar te zeggen dat in falle einer militärischen Aggression gegen die Oekraïne zu harten Reaktionen und Sanktionen führen wird, die wir sorgfältig vorbereitet haben und die wir sofort wirksam werden lassen können, zusammen mit unseren Verbündeten in Europa und in der NATO. Scholz vraagt Rusland om een duidelijk teken van de-escalatie. Maar de gezamenlijke militaire oefeningen tussen het Russische en het Wit-Russische leger in Wit-Rusland, vlakbij de Oekraïnse grens, laten weinig aan de verbeelding over. Ook al blijft Rusland ontkennen dat het een aanval voorbereidt. Intussen blijft het Westen wapens leveren aan Kiev, zoals deze Stinger-luchtdoelraketten uit Litouwen. Rusland eist dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO, een doelstelling die nochtans in de Oekraïnse grondwet verankerd is. In afwachting van lidmaatschap zoekt Oekraïne alvast andere veiligheidsgaranties. We are not member of family yet. We have to look for something else, like I don't know, bilateral agreements with UK, with United States. So on top of NATO, we are looking for some other arrangements which will allow us to survive at this particular ordeal right now. Tom van de Wegen in Kiev. Wordt er daar veel verwacht van het gesprek met Scholz? Wel, ik was hier daarnet nog op een actie van Oekraïners in Kiev die hun eisen willen overmaken aan de Duitse bondskanselier. Zij vinden dat Duitsland een grote verantwoordelijkheid heeft en niet mag toegeven aan Poetin. Dus ja, zij verwachten heel veel van dat gesprek dat hij hier heeft met de Oekraïnse president ter voorbereiding van dat gesprek met Poetin morgen. Duitsland zit natuurlijk in een wat dubbele positie. Hè. Het land is enorm afhankelijk van Russisch gas. Heeft er ook een enorm belang bij dat die gaspijpleiding Nord Stream 2 er absoluut komt, maar die dreigt te sneuvelen natuurlijk als het tot een Russische inval komt. Dus ja, de Duitse regering is vrij behoedzaam, maar hier denken velen dat het land ja, best wat steviger uit de hoek mag komen en Duitsland moet op tafel kloppen bij Poetin morgen. Ja, Tom, het wordt wel vaker gezegd dat het cruciale dagen of cruciale weken zijn, maar waarom kan deze week toch bepalend zijn? Wel, er zijn een aantal zaken, Annelies, die we deze week in de gaten moeten houden. Behalve dat gesprek met Scholz in Kiev en in Moskou. Eind deze week bijvoorbeeld eindigen de militaire oefeningen die de Russen samen met de Wit-Russen houden in Wit-Rusland. Gaan de Russische soldaten ja, braaf weer naar huis of blijven ze rondhangen? Er wordt ook uitgekeken naar het Russische schriftelijke antwoord aan de Amerikanen en de NAVO. En afgaande op wat we de voorbije weken al hoorden, zal dat niet echt positief zijn. En er wordt ook in het Russische parlement mogelijk gestemd over het statuut van 2 gebieden in Oost-Oekraïne. En bovendien, Annelies, eindigen nu zaterdag de winterspelen in Peking die zogezegd Poetin zouden verhinderen om actie te ondernemen. Dat zijn allemaal zaken die de crisis hier in een stroomversnelling kunnen brengen. Vandaar dat het ja, toch als een cruciale week bestempeld wordt, Annelies. Dankjewel voor je uitleg, Tom. En de vrees voor een escalatie van het conflict rond Oekraïne laat zich voelen op de financiële markten. De meeste Europese beurzen verliezen vandaag zowat 3% en dat is veel. Beleggers vrezen dus dat een Russische inval in Oekraïne kan wegen op de economie en op de bedrijfsresultaten.
De geopolitieke spanningen stuwen ook de prijzen van gas en olie de hoogte in. Een vat ruwe Brent Noordzeeolie kost nu $95. Dat is het hoogste niveau in 8 jaar tijd. Ruben, goedemiddag. Nieuws van op de winterspelen, want de Russische Kamila Valieva mag dan toch deelnemen aan de korte kuur. Ja, maar dat heeft voeten in de aarde gehad. Dat was een mini-processie van Echternach waar uiteindelijk het arbitragehof voor de sport kortweg het TAS een oordeel over geveld heeft. Valieva had in december een positieve dopingtest afgelegd, maar de Russen hebben daartoe niet geschorst. En omdat er over die test ook nog een procedure loopt en omdat ze jonger is dan 16, wordt Valieva voorlopig niet geschorst. Morgen staat ze dus op het ijs en is ze een concurrente van onze Luna Hendricks. Maar het resultaat dat Valieva morgen neerzet, zal hoe dan ook onder voorbehoud zijn. Kamila Valieva wil niets zeggen in de interviewzone van de trainingshal waar ze komt oefenen. Alle camera's zijn gericht op de 15-jarige favoriete die morgen in actie mag komen. De TAS spaart haar, onder andere omdat ze zo jong is, maar wijst er ook op dat Valieva een positieve test afgelegd heeft in december. Als ze later voor die test vrijgesproken zou worden, zou het onrechtvaardig zijn om haar nu niet te laten deelnemen. The athlete is still subject to a disciplinary procedure on the merits following her positive antidoping test undergone in December 2021. In particular, the panel considered that preventing the athlete to compete at the Olympic Games would cause her irreparable harm. Ook Luna Hendricks traint vandaag op het ijs. Valieva is een concurrente van haar en mag dus deelnemen ondanks die positieve test. Bovendien bestaat de kans dat de uitslag van de Russische later geschrapt wordt. Hendricks zelf reageert niet, het Belgische team wel. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is over de competitie van morgen. Tuurlijk spreken we erover. Maar we zijn blij dat Luna gefocust blijft op datgene wat nodig is morgen om een goede korte kuur te doen. Die korte kuur zal in elk geval wereldwijd gevolgd worden. In Rusland is er weinig twijfel over de onschuld van Valieva. Maybe it was a small mistake. I don't know how it can be at the end, but for sure we believe that she's absolutely clean. Als Valieva in de top 3 eindigt, komt er hoe dan ook geen medailleceremonie. Dat heeft het IOC beslist. We gaan zien hoe het afloopt. Morgen kunstschaatsen, vandaag snowboarden. We kunnen daar kort over zijn. Evie Poppen heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de finale van de Big Air. Poppen heeft een spectaculaire derde en laatste sprong nodig om zich alsnog te plaatsen voor de finale. Want na haar eerste 2 pogingen is haar puntentotaal niet hoog genoeg. Het begin is wel goed. Het einde helaas niet. Snowboard niet onder controle bij de landing. Schuiver op de buik. Poppen 24ste uiteindelijk. Enkel de top 12 stoot door richting finale. Winterspelen voorbij dus. En toch kregen we achteraf een tevreden Poppen voor de microfoon. Het is afgelopen, maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik dit allemaal heb kunnen doen. En dat ik toch wel met een grote glimlach naar huis kan gaan. En dat ik mijn dubbel frontflip heb geprobeerd, vind ik toch wel de ballen hebben om een vrouw voor dit te kunnen doen. Zeker en vast. Gabriela Papadikis en Guillaume Cizeron, dat zijn namen die u doorgaans niet hoort. Dat zijn Fransen en die hebben de Olympische titel behaald in het ijsdansen. Kijk eens aan, gracieus tot en met. Ijsdansen, het ballroomdansen op bevroren ondergrond, zeg maar, draait minder om pirouettes en spektakel, vooral belangrijk voetenwerk, lichaamsbeweging, expressie. En dat Franse duo is een paar maten te groot voor de andere koppels. 4 wereldtitels hadden ze al en nu voor het eerst een Olympische titel. Ze wilden niet stoppen voor ze Olympisch goud in handen hadden. Bij deze is dat dus een feit. Club Brugge heeft gisteren gedaan wat het moest doen. Optimaal profiteren van het puntenverlies van Leider Union. Optimaal, dat betekent zoveel als winnen. Deed Brugge dus. En wel met 2-0 van Charleroi. Dubbele schutter met dienst was Mats Rits. Deugdoende overwinning, want zo komt het niet alleen dichter op Union, maar houdt het ook Antwerp in het vizier. Voor het eerst onder Alfred Schreuder is er in de basiself van club geen plaats voor aanvoerder Ruud Vormer. Op de persconferentie na de match zegt Schreuder, zonder iemand bij naam te noemen, er dit over. Spelers moeten het ook blijven verdienen. En als mensen goed blijven trainen, en het past voor ook voor de komende wedstrijd, ja, dan zal je niet snel wisselen. Maar je moet wel iedere dag laten zien dat je wil spelen.
Dennis Odoi krijgt de voorkeur op Vormer als verdedigende middenvelder. En hij doet dat zeker niet slecht. Met een lange rush ligt hij aan de basis van de 1-0. Mats Rits werkt knap af, 10 minuten voor de rust. In de tweede helft verdubbelt Rits de score. Nu is het knappe voorbereidende werk van Skov Olsen. Rits verdubbelt ook zijn doelpuntenaantal van 2-4. Charleroi speelt goed mee, maar stuit op een ijzersterke Simon Mignolet. De doelman van de club houdt de nul. Ook Brugge heeft nog kansen om de score uit te diepen, maar Olsen en Sandra laten ze liggen. En zo blijft het 2-0. Club springt weer naar de derde plaats en profiteert optimaal van het puntenverlies van leider Union. Ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. En oké, Union verliest punten. Wij waren vorige week ook punten verloren. Dus, maar wij moeten gewoon naar onszelf kijken. En voor ons was deze een heel belangrijke overwinning vandaag. Dat Union verloor en Brugge won was van belang bovenaan. Maar onderaan gebeurde er ook wat. Beerschot heeft een van zijn laatste kansen gegrepen in operatie Redding. De laatste in de stand won met 2-1 van KV Kortrijk. En dat zag er alweer niet zo naar uit. Want de wedstrijd begint dramatisch voor Beerschot. Na 10 minuten komt het 0-1 achter. Schot van Moreno wijkt nog af op het been van Dom. En valt dan over een kansloze Biebouw in doel. Op deze manier dus. Maar Beerschot knokt zich tegen de verwachtingen in. Toch weer in de wedstrijd. Op het half uur knalt Avenatti ex-Kortrijk de gelijkmaker heerlijk in de kruising. En voor de rust wordt het 2-1 na een al even fraaie goal van Sebaoui. De overwinning komt nadien niet meer in het gedrang. Beerschot mag dus blijven hopen op een mirakel. Zo ziet het eruit na 27 speeldagen. Union ziet de rest wat naderen. 7 punten op Antwerp, 9 op Club, 12 op Anderlecht, 17 op AA Gent. Die 4 hebben allemaal gewonnen dit weekend. Onderaan is Zultwaardigen nog niet helemaal uit de problemen. De nummer 17 speelt namelijk een barrage. En Beerschot heeft nog heel veel werk voor de boeg. Maar wie weet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, zeggen we dan. De Cats gaan naar Australië. Dat was eigenlijk al zo goed als zeker. Maar nu is het helemaal officieel. De Belgian Cats mogen naar het WK dat komend najaar dus in Australië gespeeld wordt. Wat hebben ze daarvoor moeten doen? Wel winnen tegen Rusland. En dat bleek achteraf niet geweldig veel moeite te kosten. De Cats verdedigden agressief en dat leverde op. Na een goede eerste helft en een tweede op cruise control wonnen de Cats overtuigend met 43-66. Na de zege tegen Puerto Rico mag de kwalificatie voor het WK niet meer mislopen. Tegen Rusland willen de Cats de puntjes op de i zetten. En hoe? In het eerste kwart duwen ze meteen door met onder meer de onvermijdelijke Emma Meeseman. Ook de rest van de ploeg is meer dan op niveau. Allemaal. Oh, is iedereen kwijt. En dan makkelijk afwerkend. 12-22 is de voorsprong. De Russinnen steken de koppen bij elkaar, maar raken nooit echt in de partij. Ook deze driepunter gaat er niet in. De Cats hebben geen medelijden. Met een bonus van 14 punten trekken ze de rust in. Minder spektakel na de pauze, al is dit wel een heel knap punt. Goed wegdraaien is dit van Linskes. De Cats winnen uiteindelijk met meer dan 20 punten verschil. De balans na dit WK-kwalificatietoernooi onder de nieuwe bondscoach is positief. Ja, we zien inderdaad een evolutie op zo'n korte termijn. Dus het kan alleen maar nog omhoog gaan, denk ik. Ja, nu in deze zomer gaat er eigenlijk wat meer training zijn, gaan we eigenlijk wat meer op elkaar ingespeeld zijn. Dus ja, ik ben benieuwd. In september is er dus dat WK in Australië, maar eerst hier nog even van nagenieten. Dat zijn voorwaar fijne beelden. Het grootste eendag sportevent ter wereld vond vannacht opnieuw plaats. Het meest gemediatiseerde alleszins. De 56e editie van de Super Bowl, de ontknoping van het American Football Season, heeft niet ontgoocheld. Wel in tegendeel, de LA Rams en Cincinnati Bengals maakten er een waar spektakelstuk van. Slechts op iets meer dan een minuut van het einde gingen de Rams de favoriet vooraf met een touchdown over de Bengals. Eindstand 23-20. En zo is de 56e Super Bowl van start gegaan. De sterren van de LA Rams zijn favoriet en door een verschroeiende start lijken ze die rol helemaal waar te maken. Met deze touchdown staat het na nog geen 20 minuten 13-3 voor de Rams. De Bengals vechten wel nog terug, maar de ruststand is 13-10. Tijd nu voor een nostalgische hip-hop halftime show. Dr. Dre nodigt een legendarisch ensemble uit. Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar, Mary J. Blige en Snoop Dogg.
En het indrukwekkende optreden inspireert de Cincinnati Bengals. Higgins, gonna go all the way, touchdown Cincinnati! In 5 minuten tijd scoren ze 10 punten. Het spel kantelt helemaal naar 16-20. Maar in American football houdt het spektakel nooit op. Stafford gonna throw a little fake up. Has it! Touchdown Los Angeles! En zo maken de Rams toch de favoriete rol waar. De Super Bowl is binnen. The vibe was popping, it was lit. I knew we was going to win from the beginning and we just made it happen, yo. That's how it goes. That's how it goes. LA, baby. En zo is die brok American Football voor dit jaar weer gepasseerd. Ja, en mochten wij zo'n Super Bowl hebben, Ruben, dan ken ik nog wel een act die niet zou misstaan in de rust. Want 2 grote Belgische artiesten stonden gisteravond eventjes samen op het podium van de AB in Brussel. Tijdens het concert van Arno verscheen Stromae plots ten tonele. Stromae zette mee Putain, Putain in een van Arno's klassiekers. Het is geen geheim dat de twee elkaar en elkaars werk bewonderen. Arno, terug na een kankerbehandeling, gaf gisteren zijn 2e van 3 concerten in de AB. En Stromae komt na jaren afwezigheid begin volgende maand met een nieuwe plaat. Voor de fans was het in elk geval een zeer fijne verrassing. We openden dit journaal met de aangekondigde internationale betoging tegen de coronamaatregelen. Van alle kanten zouden konvooien Brussel binnenrijden, maar de politie heeft dat kunnen verhinderen. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot vanavond. We zijn nog steeds voorbereid op eventuele betogingen hier in het centrum van Brussel. We hopen uiteraard dat het rustig blijft, dus dat het op deze manier verder gaat. En dat de grote hinder vermeden kan worden. On est parti, il était 8h du matin de la maison. Donc voilà, bon, on est un peu dans les bouchons, mais voilà, on fait avec. Misschien hebt u recent iets gehoord over hartspierontstekingen veroorzaakt door het coronavaccin. En ja, dat is een zeldzame bijwerking die meestal mild en gelukkig goed te genezen is. Maar studies wijzen er ook op dat de kans op zo'n ontsteking nog groter is als je na een coronabesmetting ziek wordt. Meer hierover en hoe we dit onderzoeken vindt u in onze checks op vrtnieuws.be en in onze app.